Yo, what up, Wilbro's? En weet je waar ik van hou? Ik hou van kinderen. Het klinkt heel raar. Ik bedoel, ik hou op een normale manier van kinderen. Ik ben een normaal persoon. Maar de reden dat ik dit zeg is natuurlijk omdat we vandaag iets gaan doen wat met kinderen te maken heeft. Vandaag gaan we kijken naar de tekeningen van kinderen. Natuurlijk is het super schattig als kinderen iets tekenen. Soms lijken hun tekeningen gewoon een beetje raar. Tekeningen voor kinderen die er een beetje raar uitzien als je een volwassen bent. Vind jij dat leuk? Laat dan een duimpje omhoog achter en vergeet natuurlijk niet te abonneren. Als je nog niet geabonneerd bent bij de 100k, ga mijn haar groen. Oké, dus laten we beginnen. De eerste tekening is van een meisje die haar moeder tekende op haar werk. Ze werkt in een doe-het-zelf zaak en haar moeder die verkoopt dus een schep. Het lijkt net alsof haar moeder een stripper is bij de stripper. En het staat ook onder, ik wil zoals mijn moeder zijn. Het is zo onschuldig, maar dat kind heeft gewoon zonder bijbedoeling haar moeder getekend als een stripper. De neef van een vriend van mij heeft zichzelf getekend in kunstklas. Alleen hij droeg een Minion shirt. Dus laten we kijken hoe hij zichzelf heeft getekend. Het lijkt net alsof hij een shirt heeft waarin je zijn blote p***sten ziet. Oh my god. Het meest grappige ervan is dat ze zelf ook gewoon nog niet inzien hoe dom het eruit ziet. Het leuke is, die tekeningen moet je dan bewaren. Zodat je er later weer naar kan kijken. Dan kun je het ze laten zien als ze volwassen zijn. Dan denken ze... Oké. Ik zie hier ook panda's die rare dingen doen in advertentie. Dat is wel een beetje raar. Iemands dochter heeft een giraf getekend. Laten we eens gaan kijken hoe die giraf eruit ziet. Wauw. Ik ben zo kinderachtig. Ik ben letterlijk ook gewoon kinderachtig dat ik hierop lach. Het lijkt op een piemeltje. Zit er dus al vroeg in bij de dochters. Ik weet in ieder geval dat mijn dochter niet gay is. Niet dat er iets mis mee is, er is niks mis mee. Maar het enige wat ik zeg is dat de persoon een bevestiging heeft dat de persoon niet gay is, oké? Het is niet erg. Het is niet erg. Iemands dochter heeft dus ook dolfijnen getekend. En het lijkt net een vliegende piemels. We weten ook dat deze dame niet gay is. Nogmaals, er is niks mis mee. Er is echt niks mis mee. Ik wil niet zeggen dat er iets mis mee is. Het enige is wat ik zeg, is dat je dan weet dat het niet de zaak is. En het zou niet erg zijn als het wel de zaak is. Ik support dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Ik moet dat soort dingen even zeggen voordat mensen boos op me worden. Dit is gewoon amazing. Wauw, dochter. Heb je piemeltjes getekend? Wat leuk. Papa, dat zijn dolfijnen. Kinderen hebben is gewoon hilarisch. Ik kan niet wachten tot ik een kind heb. Een kind had dus een opdracht van de leraar om te tekenen wat de beste manier was om bacteriën te voorkomen. Dus wat hij had getekend is natuurlijk dat je je handen moet wassen. Ze zijn zo onschuldig, want ze weten het gewoon niet. Dit is juist niet hoe je bacteriën voorkomt, oké? Dit is juist hoe je bacteriën krijgt. Ongelooflijk. De vader van een jongetje is dus een chefkok. Dat betekent dus dat hij kookt en alles. Dus dit kindje heeft zijn vader getekend en er staat bij: My dad is the best cock ever. Je zou dat maar krijgen als een vader. Mijn vader is de beste piemel. En het lijkt ook alsof hij een piemelmuts heeft. Ik heb zoveel lol op mezelf hier. Het is een tekening van iemand die gelooft. En die zegt dat Jezus de voeten was van de mens. En dit is hoe dat eruit ziet. Het leuke is, er staat ook gewoon bij: je hoeft het niet te doen. En dan zegt hij: je wel. Moet ik wel doen? Ik hou hiervan. Waarom heb ik dit nooit eerder gedaan? Dit is oprecht geweldig. De volgende persoon heeft een tekening van zichzelf gevonden als kind. Want deze persoon tekende dus dat je stil moet zijn. En, you know, het lijkt alsof er een... Wees stil, anders krijg je een piem in je gezicht. Iemands zusje die probeerde de vader te tekenen die politieagent is die aan het fluiten was. En dit is hoe het er... Het lijkt gewoon alsof je piemel. Het lijkt oprecht zo alsof kinderen alleen maar piemels tekenen. En bij mij is het blijven hangen. Ik bedoel, kijk mijn Surgeon Simulator video. Ja, dit is goed. Weet je hoe teleurstellend het is als je 10 jaar bent en je kijkt naar volwassenen en je denkt: man, volwassenen zijn zo cool en weten alles. Ik kan niet wachten tot ik volwassen ben.
Ik wacht nog steeds. Ik ben gewoon nog steeds een fucking kleuter. Een ander kind die heeft zichzelf getekend met de kat. En het ziet eruit alsof ze de kat aan het doen is. Waarom? Hoe kan je hier niet iets inzien? Teken nou eens een vulkaan. Een vulkaan tekenen is heel simpel. Je doet gewoon zo. Het is een vulkaan, dat is letterlijk een vulkaan. Je hebt al een vulkaan getekend. Gefeliciteerd! Maar dit kind tekent een vulkaan zo. Dat is de meest geweldige video aller tijden. Een volgende tekening is een kind die een vuurtoren ging tekenen. En what do you know? Het is een piep. Het is ook een piep. Jullie snappen nu de rest van de video. Oh, een kind wil dit tekenen. Het is een piep. Iemand tekende zijn oom. En die zijn oom is dus een brandweerman. En wat denk je? Het is een piep. Het is... Dat is niet hoe je blust. Het is ook gewoon zo schattig, hè. Dat ze gewoon geen idee hebben wat ze doen. Ze hebben geen idee. Een 5-jarige persoon moest een schaar tekenen. Het is een piem. Oké. Kind wil een DJ zijn en die heeft dus een DJ-tafel getekend. Het is geen piem. Het zijn... Zij lacht ook. Ik hoop dat ze ouders hem leren dat dat niet oké is. Hij is ook gewoon oprecht blij. Dit is iemand die zijn moeder heeft getekend en ik weet oprecht niet... Wat... Is die moeder aan het plassen ondertussen of zo? Wat gebeurt hier? Die moeder is zo blij met een cadeautje dat ze er gewoon moet plassen in een emmer. En ze is er zo super blij om. Dat is top. 5-jarig kind heeft zijn ouders getekend op een trouwdag. Lijkt erop alsof je vader plezier heeft met iets anders dan je moeder. Ik hou oprecht geen adem meer over. Een kind heeft een kaart gemaakt voor de moeder voor Moedersdag. En dit is hoe de kaart eruit ziet. Het is een piemeltank, denk ik. Een meisje heeft zichzelf getekend op een boerderij terwijl ze een schep vasthoudt. Dus je weet nu gewoon al, hadi-hadi-ha, ze houdt van piep. Onbewust al ingeprogrammeerd. Een jochie heeft zijn vader getekend terwijl die handen schudt met de cashman. Maar volgens mij schudt de cashman veel meer. Een meisje heeft haar ultieme fantasie getekend. En wat denk je? De paddenstoel is een piemels! Oh my god. Dit is de droom. Een veld vol met piem. Zijn zoon die zijn moeder had getekend terwijl hij aan het grasmaaien is. Het is een piem! Meisje heeft getekend een aap en een leeuw. Daar moet je toch op lachen. Daar moet je toch oprecht op lachen. Ik denk echt dat als mijn kind thuis komt betekenen dat ik mijn lach moet inhouden. Ik weet niet eens wat dit moet zijn. Er komt een piemel uit iemands hoofd. Oké, jullie snappen het wel. Kinderen tekenen gewoon graag piemels. Vonden jullie deze bizarre video geweldig? Laat het weten met een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie niet letterlijk in een volgende video. Doei!